Hallo. Goed. We gaan Miitopia doen. En ik heb een demo gezien van, ze heeft het al gezellig laten zien in de chat. Namelijk onze Suzy-chan. Die had de demo uitgeprobeerd en daardoor heb ik de keuze gemaakt. Wat zit mijn haar leuk? Nou gaan we het ook doen. Jongen, jongen zeg. Hier helemaal zo door elkaar zo. Super Saiyan style. Ik ben in space. Zo. Super Saiyan style. Nou, helemaal blij. Goed. Oh, verkeerde. Oké, goed zo. Je hebt de demo geprobeerd en daardoor kwamen we er al achter van dit kan heel erg hilarisch uit gaan pakken. Waardoor dat ik het spel ook gewoon gekocht heb. Het is een beetje aan de prijzige kant, maar ik had nog heel erg veel golden coins staan. Waardoor dat ik heel veel korting heb gekregen, dus daarom vind ik het ook wel leuk. We gaan... heb ik een Mii? Dat is een oude Mii. Kom op, ik ben ondertussen veel veranderd. We gaan gewoon even een nieuwe Mii maken. Maar goed, laten we hier gewoon maar mee gaan. Dan, let's do it. Willen we nog iets aanpassen? Te laat. Oké, welke persoonlijkheid heb ik? Dit leg ik in jullie handen. Ben ik een aardig... Nou ja, iemand zei al verliefd. Maar ja, verliefd staat er niet echt tussen, dus... ik weet dat ik chaotisch ook ben. Ik ben heel chaotisch. Dat is het probleem. Ik ben energiek. Ik ben cool. Chaotisch. Ik ben koppig. Er zit best wel veel tussen. Ik ben chaotisch, zei ik al. Ja, dat is... Maar we gaan voor energiek. Hallo, ik ben Stevie. Ik ben een energieke Mii. Ik kan hier nog het een en ander bewerken, maar nee, we gaan er gewoon voor. Je bent ook enorm vriendelijk, al valt dat door je sarcasme niet altijd op. Oké. Ik ben helemaal niet vriendelijk, lijkt me zo. Gaat jullie allemaal! Dit is de wereld van Miitopia. Yeah. Oké. Een wereld waarin elke Mii een vrij en blij leventje heeft. La 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 la. Of beter gezegd, een vrij en blij leventje had. Op een dag gebeurde er iets vreselijks. Nog niet eens met een waarschuwing. Nicolas Cage is een film met werkelijkheid. Een enorme en verschrikkelijke schaduw viel over Miitopia. Ik hoop dat het geluid trouwens goed is, jongens. Een gruwelijk wezen ging er vandoor met de gezichten van de inwoners. Maar dat is nog niet het ergste. Oké. Oh nee! Denk ik. Nu verschijnen er overal monsters die gestolen gezichten dragen. De horror! En liep ik dus heel erg rustig, kijkend. Oh kijk nou! Een argeloze reiziger! Wie zou dat zijn? Oké, thanks Mime. Wat een mooie rustige dag. Serieus. Zeg ik hier. Totaal in mijn eentje. In the middle of nowhere. Stevie is alleen op pad. Zonder doel en zonder haast. Ik heb nu al spijt dat ik mijn eigen heb gekozen als main character. Oh, kijk nou toch eens. Vliegende oogballen. Het lijkt wel een gewone doorsnee zondag. Oké, dat ziet er best wel fout uit. En dan denk je dat je alles gezien hebt op deze normale zondag. Jasses! Jasses. Waar? Ik weet dat ik energie ben, maar... Jasses. Oef. Mag ik heel eventjes vragen waar ik ben?
Oh, ah. Ik zie een nabijgelegen dorpje. Nou, laat ik daar maar eens even gaan vragen waar ik in godsnaam terecht ben gekomen. Welkom bij de beginnersvlakte! Jongens, ik heb dit trouwens expres in het Nederlands neergezet in verband met voice acting. Weet ik het allemaal nog meer, kunnen we extra mee gaan lopen geinen. Hopelijk dat jullie het leuk vinden. Ach, Miitopia. Zoveel gezichten. Maar je kunt zelf kiezen welke Mii-personages de verschillende rollen mogen vervullen. En je kunt dit later ook weer veranderen. Oké, laten we bepalen welk Mii-personage welke rol mag vervullen. Oké. Let's do this. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Welkom bij Recruiton. Oh mijn god, de creeper, die is creepy. Oh, zie mijn loopje. Zeg mijn loopanimatie. Wat de hel. Oh, dit is echt fout. Oké, wat kan ik in het menu? Team, uitrusting, pruiken en make-up. Jongens, ik moet even eerst mijn make-up. Creëer een nieuwe stijl met pruiken en make-up. Probeer het maar. Oké, wat kan ik doen? Make-up tafel. Kan ik dan mijn Mii gewoon mee aanpakken? Of je nieuwe wimpers of lipgloss. Er zijn eindelijk veel manieren om je uitstraling te veranderen. Je kunt zelfs doorgaan tot je een totaal andere persoon lijkt. Lijkt dat je wat, probeer het maar eens uit. Wat kan ik met mijn ogen opdoen? Oh mijn god, ik ken sparkle oogjes. Bewaren we. Anders blijven we bezig in creëren. Onthoud dat het iets is. Het is professor Oak. Hey, beetje saai vandaag. Oh, rustig aan. Wat is er nu weer aan de hand? Monsters met de gezichten van inwoners? Je neemt me in de maling. Recruiton is een rustig oord. Zo rustig dat het bijna saai wordt. Wonderful. Pak ik hier. Vrolijk omaatje. Crema. Oh, wat een prachtige dag. Word je niet vrolijk van zo'n mooi weer? Oh, een avonturier. Hallo, adventurer. Waarom kijk je zo, Shep? Wil je wat van mijn soep hebben? Van zo'n mooi weer krijg je toch een glimlach op je gezicht. Het is de hele tijd al aan het omweren, oma. Ik wil niet heel vervelend doen. Kom op, een lachje moet er toch wel vanaf kunnen. Een glimlach maakt jouw dag en mijn dag weer goed. Oké, nou, ik klap. Wat leuk. Nou, hier hebben we de creeper en de kitty. Hoe klinkt een creeper? Dat is toch meer een... Moet ik die een slangenstem geven dan, of zo? Jippie, ik ben een draak. Raar, ik kan ontploffen. Bezorg je de moeder, Evil Kitty. Je stopt daarmee, creeper. Je doet je nog pijn als je zo rond blijft springen. Je maakt me net te gek. Oh, sorry avonturier. Mijn kind is hyperactief. Ik weet niet wat ik verder nog kan doen. Ik weet ook niet. Wat hebben we hier nog meer? Garfield met zijn hamburger. Schatje. Je bent om op te vreten. Je bent zo'n lekker hamburger. Ik weet absoluut niet hoe Garfield klinkt. Ik denk dat dit wel degelijk eigenlijk een beetje een droom van Garfield... Dit is zo fout. Nightmare fuel. Ja, van de kattenoren zijn weinig te zien inderdaad door die muts. Oh, hi Squidward. Wat moet jij? Types zoals jij zien we hier niet zo vaak. Ben je hier op bezoek of zo? Nee, ik woon hier. Nee. Maar niet huis. Oké, ik heb hem al geïrriteerd. Gaat toch goed? De burgemeester! Oh, ik ben heel erg slecht met de Mr. Burns impression. Ik ga mijn best doen. Welkom, avonturier. Ik ben de burgemeester van dit dorp. Jij hebt vast al met alle inwoners gesproken. Recruiton is een fijn dorp. Maar als burgemeester moet ik dat wel zeggen. Het zijn een stelletje hopeloze dwazen. Eikels zijn het. Sukkels. Vervelende gasten. Wat is dat nou weer? Wie? Wat? Waar? Hoe? Kan iemand met mijn leesbril pakken? Ik zie het niet.
Wat is dat, mama? Stil! Hamburger! Garfield! Dit is geen goed teken. Oh nee! Het is... Jongens, we mogen onze villain gaan kiezen. Wie wordt onze villain? Dit wordt belangrijk. Wie wordt onze evil? Evil! Evil. Wie wordt evil? Oh, dan moet ik een Mr. Bean impression gaan doen. Dat gaat sick. Die muziek er ook bij. Sorry, ja, nee, ik zie het. Cam, ik weet het. Komt goed. Jullie hebben niks gemist. Duistere vorst, Mr. Bean. I am the Dark Lord. I come for panic and destruction in this miserable little world. I start with you guys. Meet fear. I'm gonna take your faces. Sorry voor de Mr. Bean fans. Ik kan niet goed een Mr. Bean impression doen. Ik doe mijn best. Oh nee, zijn ontploffende hoofd. Nee, de hamburger! Oké, nou ziet de hamburger er helemaal niet meer uit. Oh nee, daar gaat mijn gezicht. In hemelsnaam! De gezichten, ze zijn weg! For now, it's enough. No. Listen. Faceless. You are turned speechless within fear life. And everybody that I skipped. See your friends. Despair! Bye. Wow. Oh nee! Stille kunnen niks meer zeggen. Ik ga alleen naar de... Oh, je hebt een quest. Creeper, mijn arme kind! Rustig maar, geen paniek! Oh, avonturier! Ik smeek het je alsjeblieft! Help mijn arme creeper! Ik ben energiek, maar waarom zou ik een creeper willen helpen? Nou, ik vind eigenlijk van nee. Ik bedoel, waarom zouden we een creeper helpen? Laten we eerlijk wezen. Sorry, misschien is het ook wel een onredelijk verzoek! Hoi, Flareon Games! Creeper! Hoe moet het nu toch verder met je? Oké, we moeten ja zeggen voor de... Oh, je hebt een skip-knop. Oké, vooruit dan. Accept! Maar het is wel lang. Ja, maar dat is juist leuk. Als een game kort is, waarom zou je het dan... Neem dit als... Oh, wacht. Neem dit als dank! Dit oude familie-erfstuk brengt geluk! Ik heb een antiek amulet gekregen. Ik heb het angstige gevoel dat de duistere vorst nog ergens in de buurt is. Kun je hem gaan zoeken buiten de stad? De make-up zit er nog. En oma die is een beetje... Arme professor ook!
En jongens, wie weet, misschien is dit weer eindelijk een keer een streamserie waar we mee gaan continuen. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Wie weet, kan dit een streamserie gaan worden? Ik hoop het. Misschien zelfs voor YouTube. Misschien zit YouTube hier stiekem bij. Moet ik er een chat even bij gaan gooien, weet je wel? Tot boven mijn hoofd de chat misschien een beetje te zien is of zo. YouTube, laat het weten. Als dit op YouTube komt. Wordt een hele enge thumbnail. Mijn gezicht, weet je wel, waar ik dan mijn Mii-gezicht op plak. Editor, jij gaat dat doen. Ik zie het ook als een opportunity om weer heel veel met voice acting te kunnen doen. Duistere vorst, Mr. Bean. Are you playing the hero? Het grappige is, ik kan de tekst ook zo draaien voor Mr. Bean. Nou, geef me het gezicht van Creeper terug. Alsjeblieft? This one. Fine. Just, you know, you have to fight for it. ik ga vechten. We hebben een slime. Jongens, jullie wisten dit. Nu heb ik een slime die kan exploderen. Goodbye. If you live. En nu? Nee! Ik serieus, ik sta erbij alsof ik in mijn broek zit te schijten. De antieke amulet. De antieke amulet. Is het niet het antieke amulet? Just saying. Slime creeper werkt best wel goed, ja. Oh, het amulet begint tegen mij te spreken. En het spreekt tot mij. Stevie. Stevie. Kun je me horen? Helaas wel. Ho, 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 ho. Natuurlijk kun je me horen. Luister goed. Je kunt mij niet zien. Maar ik ben een god. Nee, ik zeg dat nog niet eens. Ik ben gewoon stil. Echt serieus. Ik zit gewoon echt met zo'n blik, weet je wel, zo van... Even wachten. Zo'n blik. Luister goed naar wat ik je ga vertellen. Volgens mij zit je een beetje in de knoei, mijn kind. Jouw kind. Jouw kind. Je kunt de vinger krijgen, hè? Just saying. Heb je soms wat hulp nodig? Eigenlijk wel, maar niet van jou. Ik bedoel, ik snap tot het spel... Waarom doet dit me denken aan Vie? Nou, Vie was meer inderdaad... Maar goed, vooruit. Ik kan elke hulp nou gebruiken die we nodig hebben. Ho, ho, ho. Uitstekend. Uitstekend. Ik geef je een almachtige kracht. Hoera. Oké, dat is het ergste wat je kan zeggen als je een kracht gaat geven. Je kunt klassen gebruiken. Oh nee, ik moet naar school. Kies nu een klasse die je leuk lijkt. Geschiedenis. Oké, sommige zijn geschikt om te vechten, andere zijn om te genezen. Voor iedere klasse zijn er specifieke wapens en kledingstukken. Je kunt uiterlijk en je kleding later altijd nog aanpassen. Veel plezier in het kiezen van de klasse. Oké, ben ik een krijger, een tovenaar, een priester, een dief, een popster of een kok? Dus jongens, portemonnee open, donatieknop. Geef, en anders kom ik het halen. Nee. Stevie, wat ben je toch een dief?
Stevie is een dief geworden. Jullie schuld. Jullie schuld dat ik nu allerlei dingen maar stiekem... Stevie is een dief. Dat zou gewoon een thumbnail moeten worden. Stevie is een... Nee, dat wordt gewoon de titel. Miitopia 1. En dan gewoon echt mijn gezicht, weet je wel... overlappen met het gezicht van de Mii. En dan de titel gewoon hebben van... Stevie is een dief geworden. Ja, niet slecht. Oh, wacht. Daar is hij weer, hoor. Ho, 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 ho. Ik ben de kerstman geworden. Hier kun je de monsters van de duistere vorst verslaan. Vecht Stevie, laat zien wat je kunt. Vecht als een stiekem dief. En jij zingt... Hi, 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 hi. Oh, wacht, er was hier een creeper. Dat was gewoon Final Fantasy muziek daar. Laten we eerlijk wezen. Mini creeperslijm. Aanvallen! Kies een doelwit. Ja, de mini creeperslijm. Hey! Ik doe hem schade! Het geeft wel Final Fantasy vibes, laat ik eerlijk wezen. Ja! Oké. Okay. Bedankt voor mijn Eevee coins te jatten en even je popstar even te uiten. Ik ga geen... Het is een RPG, wat had je verwacht? Een vliegende creeper gezicht. Nee, mijn victory die werkt beter. Is het nu al voorbij? Ja, dat was veel te makkelijk. Hoera, ik heb slijm gelei. Gelei. Zie, ik ben geen kok. Ik kan het nog niet eens uitspreken. Goed gedaan, Stevie. Nou, als dat alles was. God. Dat kind is nu ook in veiligheid. Ho, ho, ho. Ik begin echt op een kerstman te lijken. Het gaat de goede kant op. Keer nu terug naar Recruition. Je weet dat die type... De naam van de... Oké, nee, maakt niet uit. Tot hij zichzelf opblaast. Dat dus. Nee, mijn stem is nou normaal. Ik had hem niet, zeg maar, in beeld dat ik niet kon zien of het goed werkte. Maar ik ging ervan uit dat het meeste goed werkte. Dus dat vind ik het belangrijkste. Ik probeer het zoveel mogelijk in ieder geval. Maar goed, in ieder geval, alles werkt. Hey, joepie, ik ben terug. Ach, mijn kleine creeper! De drama! Gaat dat goed met je? Je hebt er toch geen pijn gedaan? Heb je hoofdpijn? Heb je je echt laten ontploffen? En serieus? Niks aan de hand. Oh, wat een opluchting. Dankjewel, aardige reiziger. Alsjeblieft, aanvaard het geschenk als een bedankje. Geld. Hohoho. Mijn algemene stem is misschien zachter, maar dat komt omdat ik ver vanuit boven spreek. Dankjewel, jij musical memoirs in de chat. Maar geweldig. Helemaal geweldig. Oké, Stevie. Ik heb nog één taak voor je. Zolang het betaalt. De daden van de duistere Mr. Bean zijn niet mis.
Hij heeft er een behoorlijk zooitje van gemaakt. Zonder overdrijven. Ik bedoel, ik had het zelf over zinkzalf, maar zonder overdrijven. Hij maakt er een rotzooi van. Een puinhoop. Gigantisch. Maar vandaar dat ik je het volgende wil vragen. Uh-oh. Versla Mr. Bean en red onze wereld. Kun je dat voor ons doen? Ik heb de serie van Mr. Bean gezien. Ik denk niet dat dat moeilijk is. Dus doe het. Dat is het juiste antwoord. Heb ik nou iets gewonnen? Krijg ik nou geld? Weet je wel? Extra donaties? Ik bedoel, ik ben een dief. Zou fijn zijn. Ik bedoel, mensen die zitten zich nog steeds stiekem te irriteren aan dat hoekje hier. Totdat niet goed verlicht is, zie je dat. En daardoor zie je dus daar een rand zitten. En daar irriteert iedereen zich nou voor de rest van de stream aan. Totdat ik het nou ga fixen. Omdat ik dat nou heb neergezet. Waardoor dat iedereen nou gaat lopen zeuren over dat hoekje wat je daar al verkeerd ziet. Het is weg. Deze krachten helpen je in de strijd tegen Mr. Bean. En genoeg over je schermissues. Ga nu achter de duistere vorst staan, Stevie. Wacht heel eventjes. De duistere vorst klinkt meer als een afgekeurde Elsa. En we hebben het over Mr. Bean. Dus kunnen we hem dan niet beter gewoon... de duistere komediant noemen of iets in die trend? Het maakt me niet uit hoe dat je die mafkezel noemt. Ik reken gewoon op je. Versla hem. Versla hem. Verdiesel. Ho, ho, ho. Ik reken op je. Ik hoop dat dat goed werkte. Ik wil dat kind nu echt gewoon met afstand zo wegduwen, weet je wel zo. Iets met 1,5 meter of zo. Maar ja, er zijn nog heel veel gezichten mis en ik wil professor ook helpen. Heb ik hier trouwens nog meer nou te doen? We hadden nog iets met make-up en alles, maar... Mr. Burns, geweldig. Kies een Mii voor elke reiziger. Oké, goed. Dus we hebben een hele creepy fotograaf. We hebben de Mask Salesman voor de mysteries. We hebben Grumpy Cat voor onze post. Peter Griffin is onze voedselkenner. En Toadette is onze Mario-fan. Oké. Okay. En nu? Ben ik trouwens nou volledig geheeld? Ja, oké. Ik ben level 1. Ik heb 5 MP en ik heb 10 HP. En ik zou nog mezelf een beetje kunnen aanpassen, maar dat gaan we nog niet doen. Welkom bij de beginnersvlakte. Klaar af. Voor Miitopia. Voor King and Country. Ik doe trouwens niks, jongens. Dit gaat helemaal automatisch. En blijkbaar kun je B indrukken, dan gaat het sneller, maar we zitten nog in het begin. Oh nee, het is een rotsmot. Het is een rotsmot. Kill it. Het heeft alleen maar ogen, dus... Auw. Yay, oogjes. Oh. Ho, 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 ho. Heb je het gezicht gezien dat het van het monster afvloog? Dankzij jou heeft de eigenaar het nu weer terug. Net als die kleine boef die je geholpen hebt. Bedoel je niet de kleine poef die ik... Kortom, als je een monster verslaat, krijgt iemand zijn gezicht weer terug. Daarom moet je zoveel mogelijk monsters zien te verslaan. Ik reken op je, Stevie. Ho, 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 ho. 1:43 en we zijn eindelijk begonnen na al het kiezen van de Mii's. Ach ja, kiezen was leuk. En we hebben al 2 verschillende battles gehad, dus... En logisch dat we daar goed en specifiek op zitten. Ik heb maar een paar blauwe plekken. Oké, ik ben level omhoog.
Oké, ik heb 2 HP, snelheid, magie, het zal wel. En ik heb vlinderhoning en ik heb 5G. Ik heb 5G, jongens! Ik moet sterker worden. Ik ben een dief. Uh-oh. Onze held zit in de knoei. Ik kan dit niet hoor. Help! Ho, ho, ho. Ik ben net een kerstman. Maar volgens mij zit jij een beetje in de problemen, die jongeman. Nou ja, stuur je wel wat hulp. Abrake, I don't actually care about it. Hier, alsjeblieft. Oh jee, wie wordt onze eerste metgezel? En je bent aardig dus? Oké. Okay. Dus jij komt mij nou uit de brand helpen. Maar ja, hoe moet ik jou een stem gaan geven? Wat voor stem geef ik jou? Kan ik je helpen? Het zou heel fijn zijn als ik je kan helpen. Zoiets. Oké, nou dan gaan we daar wel proberen vol te houden. Nou, in ieder geval, Fluff die helpt me dus mee. Ik ben niet meer alleen. Oké, maar als het dus goed is, ik kan niks voor Fluff bepalen. Wacht even, mijn aanval gaat gelijk voor beide? Ik kan ze beide aanvallen? Goed zo, Fluff! Ah, ik denk dat ik het wel vol kan houden. Het is van een oude tekenfilmserie die ik vroeger keek. Daar heb ik daar een stemmetje eigenlijk van. En die is zo heel enthousiast met een beetje een heet stemmetje erbij. Dus dat is wel te doen, geen zorgen. Ik moet die rotsmotten even aanpakken. Yay! Ah, echt, de happy face van Fluff is echt, die is cute. Maar ik maakte me even zorgen, want ik stond er helemaal alleen voor. Maar toen kwam Fluff en Fluff heeft me gered. Yay! Vlinderhoning! Hé, dat is gelukt. Ja, bedankt voor je hulp. Je lijkt op een Flareon, waar ik een hele grote fan van ben. Dus jij wil de wereld gaan helpen. Maar mag ik me bij je aansluiten? Nee! Yeah! Tuurlijk wel. Kan toch geen nee zeggen tegen een Fluff? Kom op zeg. Als je nee zegt, pak ik de vlammen weg. Fluff heeft zich bij je aangesloten. Yay! Ho ho ho! Merry... Oh, wacht even. Dus jullie hebben het er levend van afgebracht, hè? Fijn. Fluff en jij worden zeker en vast goede vrienden. Hoe dieper jullie vriendschap is, hoe krachtiger jullie worden. Goede reis. Oh, ho, 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 ho. En we lopen verder. Ik draag mijn steentje bij. Hoe ik loop. Zelfs Fluff is het ermee eens. Hé, hey, hier ligt iets op de grond. Banaan. Fluff heeft een HP-banaan gekregen. Oké. Dat was toch de stem die we... Dit is toch een beetje de stem die ik voor Plussel en Minum had gegeven? Dan weet ik zeker dat het deze stem was. Ik heb hem nou eindelijk weer gevonden. Aww. Je deelde de banaan. Ik heb geen zin meer. Doei. Echt waar? Dan stop je toch? Dan ga je toch naar huis? Oh, we hebben weer een encounter. Bom, 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 bom. Wat de neus is dat? Gnome.
You are now a gnome, all alone. I will attack you with my dagger too. Fluffy slaat je ook met een grote stok, want het is een gnoom. Misschien ook je oom. Dat was makkelijk. Geen centje pijn. Ham! Ik heb een bak... Dit ben ik de voeten uit. Ik heb een bakkie nodig. Jij ook altijd met een bakje koffie? Oh, ik ben zo moe. Ik ook. Ik ben bijna aan het einde van mijn Latijn. Wacht. Wat is dat? We hebben een herberg gevonden. Een herberg. Daar kunnen we gerust slapen. Ja, daar kunnen we rusten. Daar hebben ze vast en zeker ook... Fluff? Volgens mij ben je uitgeput. Lava zwemmen. Zou goed kunnen. Tijd voor jullie twee om een kamer te kiezen. Als twee personages een kamer delen, wordt hun relatie steeds beter. Hoe beter ze elkaar kennen, hoe meer ze elkaar in strijd kunnen helpen. Stop ze samen in een kamer en kijk hoe de relatie zich ontwikkelt. Oké. Nou ja, ik zie nergens een bed liggen, maar ik ga hier wel heen, hè. Dus, ja, een hotspring zou inderdaad kunnen. Fluff, wil jij gelijk een kamer delen of zeg je zoiets van... Nee, ik slaap in een andere kamer, zoek het uit. Ja, gezellig. Oké, nou, vooruit dan. Hallo. Ach. We beginnen elkaar steeds beter te leren kennen. Oh, kijk, zo'n klein bedje ook. Best wel grappig. Even kijken. Dus we kunnen goud uitgeven. Fluff heeft honger. Ik wil iets met geld doen. Voor het team zorgen. Spellen. Oké, nou laat ik eerst eventjes zorgen dat Fluff even kan eten. Eten dat je onderweg vindt kun je aan je teamleden geven. Met iedere maaltijd verbeteren de statistieken van je team een beetje. Geef ze dus na elke etappe van de reis allemaal flink te eten. Overigens, hoe lekker ze het eten vinden, hoe meer hun statistieken stijgen. Als je teamleden het eten niet lekker vinden, zul je niet voor voorgang zien. Maar als je hun lievelingseten geeft, dan worden ze snel sterker. Oké, duidelijk. Slijmgeleiden. Lelijke petten van... Beetje wiebelend. Slijmgelei. HP is wel goed. We hebben ook vlinderhoning. Dat is goed voor MP. Ik denk dat Fluff wel... Hier... Ik bedoel, Fluff is een tovenaar. Dus dan zou toch MP juist goed zijn voor Fluff? Nee dus. Ik zou niet weten wat ik met... Oké, dat vond je dus niet lekker. Aanval... Nou ja, mijn aanval... Ik durf het niet meer aan mezelf te geven. Oké, dat vond ik dus ook niet lekker. Oh, wacht, je kunt het ook zien. Ik bedoel, bij deze... Daar zie je dus al duidelijk van dat jij er geen fan van bent in verband met je schut. Nee. Maar bij deze is het nog onbekend. Nou, weet je wat? Ik heb meer HP... Dan krijg je van mij, omdat je de andere niet lekker vond, krijg je van mij dus ook nog de slijmgelei. Vind je die lekker? Ja, die vond je lekker! Ja, ik weet niet wat ik... Ik bewaar die dan maar. Misschien kunnen we het nog ooit verkopen of zo.
Oh, Fluff die wil nou ook geld uit gaan geven. Geef je teamleden wat goud om dingen te kopen. Bijvoorbeeld een snack die ze samen kunnen delen. Of iets voor zichzelf, zoals een nieuw wapen of nieuwe kleren. Je weet van tevoren nooit wat ze gaan kopen. En soms kopen ze iets heel anders dan ze van plan waren. Maar dat kan iedereen overkomen, toch? Oh mijn god, dat is hilarisch. Oké. Ik wil een leren plunje. Ziet er wel badass uit. Beter dan de shorts. Ik bedoel, serieus, dan ben ik de spijkerpiraat. 140... Oké, ga je gang. Oh, dan gaat mijn afweer van omhoog. Maar koop ik het ook? Oké, ik heb het gekocht. Oh, je kunt ook de kleur wijzigen van de scarf. Hey, we hebben nou een Fluff in ons team, dus dan wordt het oranje. Nou, ik denk niet dat ik genoeg geld heb voor jou, Fluff. Een linnen gewaad. Sorry, geld is op. Oké, voor het team, sorry. Waar houdt dat in? Van kamer wisselen. Oh, oké, dan kun je zelf dus... als er iets in de kamer aan de hand is, verschijnt er een tekstballon. Kies de ballon om te zien wat er in de kamer afspeelt. Je kunt niet wachten om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Oké, dus, maar dat is voor het team, zorg ik. Oké, dus daar is nou weinig mee aan de gang. En wat zijn er bij de spellen? Dan moet je game tickets hebben. En hoe kom ik aan game tickets? Wordt dat ook uitgelegd? Moet ik die kopen? Ja, maar zonder de game ticket kun je niet spelen. Wist je al dat je in schatkisten vaak game tickets kan vinden? Oké, die vind je dus daarin. Oké, duidelijk. Nou, het spel is nu pas eigenlijk echt begonnen. Oh, ik heb nog steeds honger. Dan heb je pech, je hebt geen MP nodig. Ik heb geen MP nodig. We gaan op pad! Dus nou is de game eindelijk begonnen, echt. Dus... Oh, en daarboven daar hebben we dus Toadette staan, onze Mario-fan. Kijk, maar wat zit hier beneden? Niks meer? Oké, dus we kunnen gewoon verder. Klaar? Af! Oké, ja, zo kun je het... Zo snel als een tornado! Ik wil eten! Honger! Au, ik struikel! Heb ik een critical fail gegooid met mijn D20? No! Ik voel me geweldig. Oh, kom op. Battletijd. Gnoem A, gnoem B. Hey, ik vind het wel gaaf hoe dat ik ze dus inderdaad allebei kan aanvallen tegelijkertijd. Auw. Kom, Fluff, maak het af. Nice. Tot nu toe is het een heel simpel battle systeem, maar toch gewoon dat je geen controle hebt over de andere karakters. Dat maakt het eigenlijk best wel hilarisch. Wie weet wat voor skills dat we allemaal gaan leren. Inderdaad, een makkie. En Fluff heeft 2 MP erbij gekregen. 1 snelheid, 2 magie, 1 HP en 1 aanval. En Fluff heeft vuur geleerd. Rooster een vijand met magisch vuur. Fluff, je hebt vlammenwerpen geleerd. Yay. Gnomon waren we beide niet echt een liefhebber van, volgens mij. Ik vind het wel grappig om te zien, eigenlijk. Ik bedoel, serieus. Maar zou het gezicht van professor ook hier ergens zijn? Fluff heeft echt zoiets van professor wie? Dat zou op een monster vast moeten zitten, toch? Wie weet. Laten we op zoek gaan en hopen dat het minder de monster ons niet eens vindt. Oh, Fluff is een beetje bang. Maar Fluff is inderdaad wel heel aardig. Hey ho, hey ho, graag lopen doe je zo. En ja, ik kan het fast forwarden, maar dat heeft nou nog... Dit is veel te leuk.
Oh, geen notaris! Hé? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Een professor ook vlinder! Misschien moet ik er een foto van maken en vragen of... Oké. Ik val je aan! Schavuit! Oh, Fluff gaat pikjes ook hoor. Zo, de damage. Oeh, dat ding dat doet pijn. Ik heb nog niet echt iets wat HP hersteld. Fluff, doe je vuur nog een keer. Goed zo. Fluff is gevaarlijk. Bedankt! Squad laag, en aan mijn gezicht! Team Fluff! Geen centje pijn hoor! Nee, inderdaad, dat ging heel erg goed. Bonus ervaringspunten ook nog eens. Oh, die mag ik zelf toevoegen aan. Fluff was de MVP. Fluff krijgt hem klaar. Daar hoef ik nog niet eens over na te denken. Zeldzaam vlinderhoning. Oké. En we komen weer bij een herberg. Al denk ik dat we nu eerst terug willen naar de stad om te kijken of professor ook wel weer heel erg happy is. En misschien krijgen we nog iets. Oh, we hebben post. Beste Kiwi, bedankt dat je Creeper gered hebt. Dit is een kleinigheidje voor de moeite van Evil Kitty. Een uitjesbon. Een uitjesbon? Een uitjesbon. Ja, we hebben niet echt veel gold, jongens, dus we kunnen niet echt veel uitgeven. Maar wat kun je met uitjes? Je hebt je eerste uitjesbon. Met een bon kunnen twee teamleden een uitje maken. Dit zal de band tussen deze leden versterken. Fluff. Ik ga je gewoon lekker naar een koffie... Ik ga je naar Starbucks brengen. Gewoon goede koffie. Mijn idee, Fluff. Mijn idee. Volgens mij heb je niet moeten worden. Maar, Fluff, als je moe begint te worden... Koffie werkt. Kijk eens aan de beste koffie. Dat monster was behoorlijk saai. Maar zonder Fluff hadden we inderdaad niet gewonnen. Ik bedoel, serieus, die fire aanval die was echt super effectief. Stoutlands koffie. En wat gebeurt er nu? We zijn goede kennissen! Yay! Oh, we hebben indruk maken geleerd. Breng vijanden extra veel schade toe om indruk te maken op je vriend. We hebben waarschuwen geleerd. Waarschuw een vriend door een aanval. Voor een aanval, zodat deze die soms kan verwijderen. Oké. En we hebben een HP-banaan. Oké, dat kan handig zijn. Even kijken, want wat kan ik nou. Ja, jij bent daar niet zo'n fan van? Misschien ben je van de vlinderhoningen fan. Afkomstig van paarse bloemen die groeien op kliffen bij zee. Oh ja, dit was voor aanval. D&D skills. Ja. Ik ga deze gewoon proberen aan jou te geven, Fluff. Misschien vind je die wel lekker. Ah, die vind je wel lekker. En daarmee is je MP omhoog gegaan. Nou, ik ben dus geen fan van de gnoomham. En jij bent geen fan van de vlinderhoning. Maar ja, het probleem is, ik heb niks aan MP. En jij hebt niks aan... Nou ja, aanval, daar heb jij wel wat. Misschien vind je het lekker. Ik ga het proberen. Wow. Erg tevreden. Nou, dan pak je er toch... dat gezicht... Oh, je maag zit vol, dus dan kun je niet meer eten, oké. Hoe vol zit mijn maag? Mijn maag is nog behoorlijk leeg, maar... Nou ja, misschien kan ik ooit iets met MP, je weet het niet. Oké, dus wat ik echt super smerig vind... dan vindt Fluff veel erg leeg. Oké, dus ja. En ik zie Fluff, die mie is zo goed. Hoi, Sonic.
Nou, laten we maar weer op pad gaan. Ik denk... HP-bananen en MP-snoepjes zijn waardevolle snacks die je statistieken herstellen. Ze worden altijd in herbergen bewaard. Tijdens de reis zal je team zoveel mogelijk snacks verzamelen. Als je bij een herberg komt, worden overgebleven snacks in de voorraad geplaatst. Maar maak je geen zorgen, ze zullen nooit weggegooid worden. Oké, goed. Nou, laten we eerst heel eventjes teruggaan naar professor Oak. Want ja, die heeft nou zijn gezicht weer terug, dus... Ik zag de mier en ik dacht gelijk, dat is fluff. Dit spel is leuk, jongens. Ik vind het echt geniaal, dit. Wonderful. Oh, mijn gezicht is terug. Nu kan ik eindelijk weer tegen jongens en meisjes zeggen van... Are you a boy or a girl? Wat een opluchting. Zomaar mijn gezicht op een monster plakken. Wie doet het nou? In elk geval bedankt. Gold. Nou ja, in ieder geval, we krijgen een rode reward voor. Jij nog bedankt voor de dinges die je had gegeven. Ik vind het nog steeds zo zielig dat Garfield geen hamburger meer heeft. Een Squidward, ja, dat boeit ons niet echt zo erg veel. En Mr. Burns, dat boeit niet. Nou ja, we kunnen naar Toadette gaan. Kijken wat er gebeurt. Hoi, hallo, ik ben Toadette. Zeg, ben jij een Nintendo-fan? Oké, chat. Aan jullie de vraag... Ik ben een dief. Ben ik eerlijk? Of lieg ik? Of ben ik gewoon brutaal? Vergeet niet, mijn karakter is energiek. Dus dat staat totaal verder hier helemaal los van. Maar ben ik eerlijk? Ga ik liegen? Of ga ik gewoon asociaal wezen? Jullie mogen kiezen voor mij. Een wat? Ik ben een Nintendo-fan geweest. Ik begin steeds minder... Nou ja, dit geeft weer inderdaad van Nintendo, je bent weer goed bezig. Maar waar Nintendo de afgelopen tijd mee bezig is, is mijn... ...geld. Dus, maar een wat? Ken je Nintendo niet? Ik ben Nintendo's grootste fan! Maar goed... Je kunt bij Nintendo speciale figuurtjes krijgen. Ze heten Amiibo. Hoe zouden die eruit zien? Waarschijnlijk zo. Als je zo'n Amiibo hebt, zou je die dan aan mij willen laten zien? Vooruit dan. Oh, echt fantastisch. Mag ik je Amiibo zien? Ik vind Mario zo standaard. Ja, dat was een van de eerste Amiibo's die ik toen kreeg in verband met omdat ik zoveel op Mario leek. Oh, dankjewel! Amiibo's zijn geweldig! Hier, dit om je te bedanken! Ik heb 3 game tickets! Als je nog meer Amiibo hebt, laat ze me dan gerust zien! Maar goed, we hebben dus... game stuff. Ik wil goud! En Fluff wil nieuwe kleding. Zo, Fluff, je bent een stuk sneller geworden. Oh, en nou kun je dan bij snacks komen en dan kun je dus een HP-banaan selecteren. Oké, handig. Die oogjes. Doe ik nog meer damage? Oeh, nice. Stevie sloopt zich uit. Team Stevie dit keer. Oh, weer vlinderhoning. Zeldzaam. Nou ja, zo zeldzaam is hij niet. Laat me niet struikelen. Jawel, we gaan een stuk sneller er doorheen. Kijk nou eens. Die vogel lijkt wel slijmgelei. Gelei, dinges.
Volgens mij lijkt het meer op een sappige gnoomham. Ik haat gnoomham. Dus het klopt niet wat ik zeg. Ik heb honger. We hebben allebei honger. Ik wil even uitrusten. Oh, ik skip per ongeluk door de... Daarom wil ik niet vooruit spoelen. Oh. Fluff. Sorry jongens, maar dit Fluff, zullen we voor de moeilijke weg gaan? We got this. Ook al hebben we honger. We got this, toch? We gaan voor de moeilijke weg, toch? Oké. We got this. Maar mijn voetjes doen pijn. Zou ik dit allemaal achter me laten? Waar komen we nou tegen omdat we de moeilijke weg hebben gekozen? Oei! Nou ja, ik kan ze alle vier tegelijkertijd aanvallen. Nice! Oh, goddelijk geschenk, wat krijgen we? NP strooisel. Gebruik het mysterieuze strooisel om de NP van een mythe te herstellen. Hohoho, vrolijk herfstfeest. Je hebt een nieuwe kracht gekregen. Zonder NP zijn je vaardigheden en magie niks waard. Houd daarom tijdens het gevecht goed je NP in de gaten. En gebruik het NP strooisel voordat je NP opraakt. Gebruik het verstandig. Hohoho. Oké. Het voelt heel fout aan. En volgens mij is Strijf het nu ook aan het doen. Ja, de rest kunnen we nog wel bewaren. Ja, want je hebt hier gewoon strooisel. Auw. Oké, dus, maar als je dus... Dan moet je dus naar magie en dan kun je de strooisel gewoon kiezen. Dan kun je gewoon kiezen wanneer dat je wil. Nou, Fluff, wees zo slim om de andere aan te vallen, niet de meest linker. Goed zo, Fluff. Jij snapt mij. Slim. Gevonden. Nice. Heel veel gnoomham. Oh, we hebben zelfs gnoomham met een sterretje. Dus goede gnoomham. Niet van dat derde rang smerkjespul. Ja, dan moeten we een herberg vinden, Fluff. Kistje. Waarom zou je een kistje niet openen? Dit is geen vraag. Waarschijnlijk is er iets slechts wat er bij kistjes kan gebeuren. Hebben we een herberg? Oké, we zijn weer bij een herberg. Hoezee, een herberg. Oké, en slapen, dat herstelt alles. Huh? Nou, potverdomme, er staat iemand voor de deur. Ho, Merry Christmas. Het lijkt erop dat je wat gezelschap hebt. En wie moet daar dan wezen? Een nieuw teamlid. Het zou moeilijk zijn om de duistere vorst met z'n tweeën te verslaan. Dus heb ik iemand gevraagd om zich bij jullie aan te sluiten. Begroet het nieuwe teamlid. Oké, jongens, wie wordt onze volgende? Ik ben Sam Pines, ik ben een koppige krijger. Met hele rare oren. Jeetje. Nou, zo'n mondje, dat werkt op zich wel.
Hou je nou kennis te maken, iets. Ik ben Stan Pines, ik ben een krijger. Ik kan niet... Oké, dit past niet bij Stan Pines, laten we eerlijk wezen. Het dansje, dat past niet. Yay! Verwelkom Stan Pines in je team. Ik dacht eigenlijk dat ik nog een lid had uitgenodigd. Wat zou daarmee zijn gebeurd? Ah, die zal het wel niet gehaald hebben. Ook vind ik het wel jammer dat Jack door zijn make-up heen kan kijken, zoals dat je al ziet. Ach, het nieuwe lid zal uiteindelijk wel ergens opduiken. Voorlopig zijn jullie met z'n drieën. Oké. Okay. Nou Stan, niemand vertrouwt jou. Ga jij maar in deze kamer zitten. We kunnen een spel spelen. Oké, okay, gaan we rouletten of gaan we steen, papier, schaar doen? Weet je wat, we gaan gewoon alles doen. We gaan eerst één keer rouletten en dan gaan we... Oké, okay, start. Vakantiebon, wapens... Een HP-banaan. Jotem. Nee, we gaan nou voor steenpapierschaar. Oké, okay, jongens, we moeten slim zijn hierbij. Oh, Fluff gaat het doen. Welkom, ik ben de steenpapierschaarautomaat. Als je mij kan verslaan, verdien je 500 gold. Kom op, kleintje, het kost maar één game ticket. Nou, Fluff, jij bent degene die het is, dus steen, papier of schaar. Fluff? Papier? Wauw. Wow. Fluff is awesome. Nee, je hebt gewonnen. Hallo Delta. Hier is je prijs. 500 gold, zoals beloond. Wat denk je? Zin om nog meer te winnen? Je kunt je winst inzetten en nog een keer spelen. Fluff, aan jou de keus. Doen we onze winst inzetten en nog een keer spelen? Of gaan we met de 500 gold boodschappen doen? Neem het geld en ren. Maar, oké, okay, nee, Fluff heeft gezegd nee. Nee. Wacht eventjes, ze hebben dus weer gokken in een game. We hebben weer gokken in een game, jongens. Nintendo, ben je ziek? Oké, okay, ik wil die andere game ticket nog heel eventjes bewaren, maar... Oh, er gebeurt hier iets. Wie vind je heel erg leuk? Wat? Dat ga ik niet verklappen. Kom op, vertel! Nee hoor, echt niet. Oké, okay, ik begrijp het. Oef. Oké. <Okay. laughs> In ieder geval, we wouden goud uitgeven en Fluff wou kleding. Nou, Fluff, ga je kleding halen. Ik denk het. Nou, Fluff die heeft het linnen gewaad gekocht. Oh. Nou, je zou dus ook kunnen zeggen effect dragen, waardoor dat je outfit niet aanpast. Wat wil ik? Ik wil een HP-banaan. Ik wil geen HP-banaan kopen. En jij wil een bronzen zwaard kopen. En gaat je aanval wel mee omhoog? Weet je wat? Je bent net nieuw in het team. Vooruit dan. Eens eventjes kijken. En dan is het nog eventjes heel erg noodzakelijk natuurlijk om eventjes eten te gaan halen.
Nou ja, aanval. Misschien. Ja, Fluff die vindt het heel erg lekker. Ja, vlinderhoning, dat werkt ook heel erg goed bij jou. En MP is voor jou heel erg belangrijk, dus... Nou, oké. Eens kijken of Stanley... Oké, nou, dan kun jij die gewoon... Bah! Oké, die zit vol. Nou ja, jij vindt dit ook lekker, dus... Ik vind dit gewoon echt super grappig. En ja, hiermee gaat mijn aanval... Nou ja, we weten niet of dit... Stevie? Ah, ik vond het enorm vies! Oké, mijn aanval is er wel mee omhoog gegaan, maar... Ik vond het enorm smerig. Ik ben geen fan van... Oké, nou, we doen nog één ronde en dan laten we het daarbij bij de stream. Ik ga dit zeker op mijn andere account ook nog wel verder spelen... waardoor dat het misschien bij de volgende stream niet meer zo blind zal zijn. Maar ik vind het toch nog altijd het leukste dat jullie kunnen kiezen. Dus... We doen nog één ronde. Oké, met z'n drieën. Nou ja, grote kans tot tot Mr. Pines het lekker wint. Maar hier is dus nog meer te halen, want we hebben hier nog geen vlag. Dus dan zou hier dus nog iets te vinden moeten zijn, denk ik. Ik weet niet zeker, maar wie weet. Oh, wacht, hier zit die vork in de rood natuurlijk nog. Dan kunnen we de makkelijke route kunnen we daar nog kiezen. Nou, laten we eens even kijken wat de makkelijke route is dan. Pak het moment! Het is echt een steiner. Nou, dat we met z'n drieën zijn, gaat het inderdaad... Oké, we hebben twee vlinderkonings. Handig. Ik vind het ook wel fijn dat het spel zelf een beetje... Ik wil niet meer vechten. Ik heb nog niet eens een nieuwe skill. En ik ben aan het zingen. Fluff heeft geen zin meer. Same. Oké, nou, laten we nou de makkelijke weg even kiezen. Ik kom weer een bos tegen, het is een leugen. Dat kan kloppen. Ik voel me best wel oncomfortabel met de gnomes. Fluff is een goeie. We hebben een Zidane, Vivi en Steiner. Fluff kijkt de andere kant op. Oh, de dodge. We vinden elkaar oké. Ah, troost. No. Oké, mijn aanval is flink omhoog en ik heb valstrik geleerd. Plaats een val om voor je om een aanval te ontregelen en af te weren. Oké, handig. Fluff is super vrolijk. Oh. Fluff heeft een toverdrankje gevonden.
Fluff? Jij bent een tovenaar. Drinken we dit? Drinken we dit niet? Hoezo? Ja, we hebben nou toch Gravity Falls. Do it, do it, do it, do it, do it. Oké, volgens mij heeft het je geheeld. We stappen stevig doorgegaan voor bla bla bla. Oh nee, het is één rotsmot. Een rottesmot. Maar daarmee kan ik dus een... Oké, dat kost mij MP, oké. Ah ja, aanval is makkelijker. Menen we dit, Fluff? Hoezo maak je je zorgen daarbij? Kisje! Ik zou nog steeds niet weten... Gnoomham. Uniek. Maar ik ben er geen liefhebber van. Denk ik. En we zijn weer terug bij de herberg. Iemand in je team heeft relatie niveau 4 behaald met een ander teamlid. Yay! Achievements! Stijn ligt er helemaal in zijn uppie. Oh, je krijgt zelfs de optie van wil je verder spelen of stoppen. Natuurlijk, het is een Nintendo game. Maar ja, zoals ik al tegen jullie heb gezegd, jongens. We zouden nog één ronde doen. En dan gaan we het daarbij bij laten. Ik vind het zeker leuk. Waarschijnlijk gaat dit een serie worden. Ik hoop dat jullie hier meer van willen zien. En ik zal dit proberen zo snel mogelijk te uploaden op YouTube. Dus enorm bedankt in ieder geval voor jullie support. En ja, ik ga natuurlijk op een ander profiel ook eventjes kijken hoe dat dit uit verder gaat spelen. Want damn, dit is verslavend. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk hebben gehad. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende livestream. En ik moet zeggen, ik heb mijn eigen al een lange tijd niet meer zo vrolijk gevoeld. Dit is echt leuk. Dus, yay. Bedankt jongens voor de support. Bedankt voor het gezellige meedoen. En wil je zelf nou ook natuurlijk meedoen een keertje met de keuzes? Kom gezellig bij de livestream. Natuurlijk in de beschrijving, even voor YouTube. Staat een link naar de Discord. Kom bij ons op Discord. En ja, dan krijg je ook altijd een notificatie wanneer dat wij live gaan in onze aankondige tab. Dus met dat gezegd te hebben, tot de volgende keer.